Mega doolhof. Mega hoog gras. Mega door een hond worden aangevallen. En nog een hond. Oh my gosh. Stil maar. En mega veel haar in mijn gezicht. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is al een video van deze wedstrijd online gekomen. Ik ben even Diana lekker aan het poetsen en aan het masseren. Lekker knul. Oh, zo lekker. Je moet even niet in de weg gaan staan. Maar ik ben op CSI Twente in Geesteren. Internationale wedstrijd. Super groot, super gaaf. Ik ben eigenlijk dinsdag pas gebeld dat ik hier vrijdag aanwezig mocht zijn. En zaterdag zondag mocht rijden. Omdat er een uitvaller was. En super tof, want de bondscoach had gezegd, bel Danielle. Maar want waarschijnlijk wil ze wel rijden. Dus natuurlijk eigenlijk echt heel gaaf dat hij aan mij denkt. Gisteren heb ik getraind, wat ook heel leuk was. Is hij was braaf in de baan. Maar ik was eigenlijk bezig zo met de Piaf. En toen kwam Alex van Silfhout, de bondscoach van de Grand Prix. Die kwam eventjes bij mijn moeder staan en die ging eigenlijk door het oortje wat tips geven. Het ging ook echt een stukje beter. Dus dat was, vond ik eigenlijk ook wel heel tof dat hij daar tijd voor maakte en aandacht aan gaf. Jullie hebben al wat dingetjes gezien wat ik vanmorgen heb gedaan. Ik was nog niet zo spraakzaam. Wat logisch is denk ik om 7 uur 's ochtends. Dus nu pak ik het eigenlijk soort op. Het is nu 9:10. Ik moet om 11:50 starten. Ik ga me straks omkleden. Ik heb al baan verkend. Hij was weer braaf. Het is ongeveer 5 minuutjes stappen. Dus daar moet ik straks wel rekening mee houden. Trouwens een tip van mij. Als je op wedstrijd bent. Reken even uit hoe lang het ongeveer rijden is. Of stappen is naar het losrijterrein. En stel dat er tussen het losrijterrein en de hoogbraaf. Er ging even een paard. Durf niet hier door het zeiltje. Maar goed, reken altijd even uit hoe lang alle stappen is, zodat je daar geen tijd aan verspilt. Maar goed, hebben jullie de vorige video niet gezien? Kijk die zeker even, want die is heel erg leuk. En dan zien jullie in deze video de 2 wedstrijden van zaterdag en zondag. Inzetten als je wilt beginnen. Wel erin en weg. Ja, hoort zo. Nu straks nog een keer. Ben je zeker mee dat hij bij die inzet ook zeg maar eruit wil? Zo. Mooi. Mooi. Ja, 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 ja. Zo, 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 zo. Zo mooi. Ja, is goed gedaan. Ziet. Zo doorwerken. Doorwerken. Ja, een beetje rondhouden. Een beetje rondhouden die inzet. Beetje daar. Beetje rond op die inzet. Achter, achter, achter. Ja, 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 ja. Goed. Goed. Beetje rond, beetje rond. Zo. Als hij zich zo strak wil maken, liever een beetje rond. Als dat je hem zo'n soort bang krijgt omdat hij eruit komt. Zo. Hij moet een beetje het vertrouwen van je hand houden. Goed. Goedemorgen. De volgende combinatie uit Nederland, Danielle van Milo. Nagano is alweer oud. Danielle is de zoon van Jess. Ja, dat is ineens een andere outfit, hè? Ik ben klaar. En ik heb even het schijfje. Nou, waar is die net weer? Het schijfje van mijn camera even opgeschoond, want hij was vol. Maar dat dacht ik al dat het ging gebeuren. Alleen ik was op stal, dus ik kon er niet zo heel erg veel aan doen. Maar goed, ik ben dus al helemaal omgekleed, dus dat betekent ook dat ik heb gereden. Even een enkelbandje omdoen. Ik had gewoon even zin om me leuk aan te kleden. Want ik ben eigenlijk voor vandaag nu klaar. Alleen Diana nog lekker stappen vanavond en eten geven natuurlijk en een beetje aandacht. Maar verder ga ik gewoon nu de dressuur verder kijken. Maar hoe is het gegaan?
graag tegelijkertijd ook even een yoghurtje, want ik wil snel weer daar naartoe, dus even mijn yoghurtje klaarmaken. Maar ik kwam de ring uit, het keek eigenlijk weer om me heen, omdat ik gewoon nu op dit moment nog niet echt weet, als ik heb gereden, hoe het eruit zag, hoe het is gegaan. Maar ik was zelf wel tevreden, want het was zo goed als een foutloze proef, niet echt grote fouten. Soms dacht hij iets te veel mee, soms dacht hij iets te weinig mee, dus dat is ook nog een beetje moeilijk aftasten wanneer je heel hard aan moet rijden en wanneer je het een beetje moet laten gaan. Maar iedereen zei, ja, je mag echt heel erg tevreden zijn, want je had super mooie stukken ertussen en eigenlijk was het gewoon een hele mooie goede proef. Dus ja, dus daar ben ik eigenlijk wel heel erg tevreden mee. Ik had bijna net aan geen 68 en ik moest natuurlijk als tweede de ring in. Dus ik dacht al van, joh, ik zit toch niet in de prijzen, want ik zal heel eventjes de lijst laten zien. Tegen wie ik allemaal, nou tegen wie ik moet rijden, maar wie allemaal in het groep zit. Hier, Hans-Peter, even kijken, dit is een goede Spanjaard. Edward, Patrick, Adelinde, Diederik. Deze ken ik dan niet, zijn buitenlanders. Even kijken, dan komen we hier, zij is heel goed uit Zweden. Die ken ik dan niet, Marlies, Emily, Tamar en Denise. Ik ging toch al niet om te winnen en ik ging ook niet om iets te verliezen. Ik ging gewoon weer om mijn gezicht te laten zien en ik heb hopelijk een goede indruk achtergelaten. Maar aan al het commentaar te horen langs de kant hebben we, Diana en ik, wel een goede indruk achtergelaten. En dat was even het belangrijkste voor mij. Ook met de internationale juryleden is het natuurlijk belangrijk dat je eventjes laat zien dat er heel veel progressie in zit. Dus ik ga straks mijn protocol kijken. Maar ik ben in ieder geval nu heel erg tevreden. Het is nu, even kijken, bijna 12:30. Dus ik heb nog lekker heel de dag. Mijn vader is ook komen kijken. Dus ik heb lekker gedoucht, omgekleed. Ik ga even een yoghurtje eten. En dan neem ik jullie weer mee. En dan gaan we gewoon heel de middag lekker chill kijken hoe anderen het doen. Nou, misschien hoor je de muziek hierachter weer knijterhard staan. Maar ik ben naar de veewagen gegaan. Het is nu, wat is het? 9:15 denk ik. Diana heeft hooi. Ik heb een heel dun dekentje van Bukas op. Ik kan het niet zien, maar hier zit dan gaas. En dit is dan dat steedraai spul. Dus zijn rugje is lekker warm. Maar het is natuurlijk heel lekker warm. En morgen wordt het super warm. Maar ik loop nog steeds in dit kloffie. Dus, oh. Hi, Soppa. Oh, je ziet het niet. Waar ben je? Zie je niet? Oh ja, hier. Maar goed, ik heb mijn telefoon in de veewagen op de oplader gelegd. Dus ik ben nu telefoonloos. Dus ik ging helemaal mijn camera halen om Diana nog even op film te zetten. Omdat hij gewoon zo lief is. Alle Nederlanders hebben vandaag echt super goed gereden. Hier gaat hij. Sop, sop, sop. Dat heeft hij trouwens van Cento en Azzurro geleerd. Met meegaan met hun op wedstrijd. Heeft hij geleerd overgenomen om te soppen in de waterbak. Goed, ik ga nog één gezellig drankje doen. En dan ga ik netjes slapen, want morgen moet ik dan kuur rijden. De kuur van Cento rijden we weer. Ik ga het toch weer proberen, ook al paste die de vorige keer niet 100%. Maar ik ga toch weer kijken of we er wat moois van kunnen maken. Want een ander alternatief hebben we niet. En het past eigenlijk qua ritme super mooi. Dus dan maar een beetje inhouden of een keer een voltje. Maar ik ga hem gewoon rijden. Dat Cento ook nog een beetje erbij is, deze wedstrijd. Dus voor vandaag zeg ik aju paraplu. Naar voren, wegrijden. Een fractie naar voren, pieken. Kleine. Ja.
Ja, met een klikje. Ja, door de nek, laag je hand loslaten maken. Iets naar voren weer. En weer door de nek losmaken. En weer iets naar voren. Klassen, klassen. Ja, ja, ja. Prima, super. Voel je ook dat je iets hoort? Er komt zwarmentopper. En hoe ging het, Dani? Ja, supergoed. Yay! Ik denk dat Daan een klein beetje onder de indruk is van hoe goed ze heeft gereden. Want ze heeft rare trekjes. Maar je ziet met Noni niks aan de hand. Die is gewoon trots op zichzelf. En mijn moeder heeft nog steeds niet gebeld wat voor punten ik heb. Maar waarschijnlijk is zoveel dat ze het niet opgeteld krijgen. Maar vertel even wat we gaan doen. We gaan eventjes Noni eventjes een beetje water geven. Nee, nou, we gaan hem afsponsen. Even zorgen, want het is heel warm vandaag. En ja, hij heeft natuurlijk hard gewerkt. Dus we gaan hem even lekker afsponsen. Oh. Ik ga zo wel mijn punten krijgen. Het gaat fout. Maar hij is mooi, hè? Dani is ook mooi, hè? Dat hebben we goed en best gedaan. Kopen? Hij is niet te koop. Ga je mond wassen. Wees niet bang hoor jongens, ik laat er zo de mond spoelen met groene zeep, want zulke dingen mag je natuurlijk niet zeggen, hè? Nee, jij alleen, niet voor anderen. Want dan weet ik toch wel dat ik mag blijven rijden. Ja, dat is wel waar. Ik zou geen andere Amazon erop willen hebben. Maar het ligt ook... Daan? Ja, filmen! Maar het ligt ook in de spiegel. Ja, maar hoe dan? Hoe dan? Niet, Daan. Daarom zei ik ook, dat gaat nooit lukken. Ja, jongens. De aanhouder wint, hè? Ja, ja. Doorzetten, de kansen wel. Bam, jongen. Gewoon gedaan. Zeg het. Ja, maar... Ik snap het dat iemand anders kijkt. Oh, oh, oh. Wild paard. Hallo. Jezus, ben je nou... Dani, ik kan niet en stoppen en... Een paard vasthouden. Nee, dat kan ik. Wil je deze? Nee. Mag wel. Mag ik hem hebben? Open zeg. Nee, nee, nee. Nou, iemand is blij dat ik thuis ben. Wat doe je? Hé, hey, mag ik niet meer weg? En het is weer maandag vandaag. We zijn gisteren rond 6 uur thuisgekomen. Dus was eigenlijk nog wel prima. En ja, toen Diane op stal kwam, was het natuurlijk gelijk 600 keer rollen. En helemaal hinneken naar zijn vriendjes en vriendinnetjes. Dus, hey, Spook. Heel lekker aan het ravotten. Wat heb jij? Wat heb je? Wat is dat? Oh, blubbertje. Beetje blubber. Maar goed, ook heel vies. Maar in ieder geval geen poep of een vies beest. Maar om even verder te gaan. Ik weet niet precies meer waar ik gisteren ben geëindigd met opnemen. Maar ik vind het gewoon lekker tijd om deze video af te sluiten. En ik zou zeker eventjes... Nog een keer ga ik het zeggen. Die andere video kijken, want die is ook heel erg leuk. En ik ga deze week natuurlijk ook nog mijn nieuwe paard voorstellen. Dus hou mijn YouTube kanaal even goed in de gaten. Zorg dat je abonnee bent en klik dat belletje aan. Want dan krijg je gelijk een melding wanneer er een nieuwe video online staat. En ik ga gewoon veel meer posten. Ik had het al gezegd in de andere video, maar ik ga veel meer posten op YouTube. Dus zorg gewoon dat je het belletje aanklikt, want dan mis je gewoon helemaal niks meer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Speciaal op zo'n paard gemaakt is. Bijvoorbeeld hier met de details van de helikopter in de kuur voor Chinook. Levert dat vaak extra punten op. Wanneer alles natuurlijk wel mooi in de muziek wordt uitgevoerd. Wij gaan nu kijken naar de tweede starter. Wij gaan kijken naar Danielle van Mierlo.
En Dayanov, een zoon van Jazz uit de moeder van Kasparov. Deze Dayanov is pas 11 jaren oud. Een eigendom van de familie van Mirlo. Gisteren goed voor net geen 68%. Maar dat nog maar kort op Grand Prix niveau loopt, gaat u kijken naar Danielle van Mierlo en haar mooie zwarte Diano, de zoon van Jazz.
keek naar de pure muziek van Danielle van Mierlo en Diano. Deze zong van jazz. Is het resultaat van Patrick van der Meer na correctie 73-335. Final result 73.335. Wordt de score van Patrick van der Meer en Chinook 73-335. Dat terwijl wij hier Danielle van Mierlo en Diano naar de uitgang zien rijden. Hier ziet u de score van Patrick van der Meer even in beeld. Danielle van Mierlo en Diano rijden hier een keurige keur op muziek. Als ik mij niet vergis op de muziek van haar oude topper Ucento. Haar voormalig Grand Prix paard dat niet lang geleden onverwachts. Dit meen je niet.